Schumann's miracle. Ik denk een Europees militant. Ik denk dat is werkelijk een van de dingen die de meeste omvang heeft. Ik heb een geprivilegieerde leven. Enorm geprivilegieerd. Ik heb ouders waarover men over politiek sprak. Dat de omstandigheden die heeft mij verantwoordelijkheid gegeven op een heel jonge leven, dat ik heb altijd heel mooie activiteiten kunnen hebben die nooit waren gepland. Altijd door de omstandigheden gekomen. Als dat zo was, dan moet ik heel onteus zijn over de stad van Dak. Van de wereld. Alles is zo complex dat er zijn mensen die meer macht hebben dan anderen, die meer invloed hebben dan anderen. Maar niemand kan vandaag alleen beslissen over de grondwet. Niemand. Niet de Chinees, niet de Amerikaans, die zo zijn natuurlijk. Ja. Mensen die een beetje meer belangrijk zijn dan de anderen. Maar de uitvoering is de testen. Je moet in principieel beslissen. Ja. We willen geen carbon meer, fijn. We willen geen nucleaire activiteit meer, fijn. Maar hoe komen we? Hoe organiseren we dat? Uitvoering is het meest belangrijk. En hoe meer het probleem globaal zijn, des te meer de uitvoering moet globaal zijn en des te meer moeilijk. En dan moet je samenwerken. Er is geen alternatief. Er is geen alternatief. De resultaat dat je alleen kan bereiken, zijn klein. Ik hou van Europa. Ja, ja. Ja, dat merk je. Ja, maar ik denk dat is belangrijk. Het is niet alleen. Redenering is duidelijk, maar als je alleen redenering is, is het niet genoeg. Het is ook een gevoel. Ja, en als je wil iemand overtuigen, moet je overtuigd zijn. Zonder Europa, onze toekomst is door de fataliteit beslist. En dankzij Europa hebben wij min of meer, maar zeker een invloed over wat onze toekomst zal zijn. En ik denk, indien je denkt dat het goed verantwoordelijkheid te dragen, is om een invloed, hopelijk positief, over de toekomst. Zonder Europa zouden we een beetje stuurloos ronddobberen in de wereld. En niemand zou aan het luisteren. Ja. Ze moeten meer zelfvertrouwen hebben. Als je hoort de buitenlanders spreken over Europa, en je hoort de Europeërs spreken over twee verschillende talen. En dat betekent dat er is een gebrek aan zelfvertrouwen. Hoe kijkt de rest van de wereld naar Europa? Hoe kijkt de rest van de wereld naar Europa? Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. En dat men kan niet zonder Europa tot overeenkomsten komen die werkelijk tellen. Wat betreft financiën, dat is zeker. Monetair, dat is zeker. Klimaat, dat is zeker.
Want je leest wel eens dat Je leest wel eens dat Europa verouderd is en voorbijgestreefd wordt. En... Nee, dat is niet zo. We zijn 500 miljoen. We zijn per capita nog de rijkste. Nee, daar zijn de feiten. Er is hoe men zich ziet en hoe men werkelijk is. En hoe men werkelijk is, is dat men kan niet ons terzijde zetten. Soms zijn we niet capabel tot in positie te komen, tot onze theoretische invloed te kunnen werkelijk doordrijven. Maar feiten zijn feiten. Hè. Zoiets zo dom hebben we gedurende die periode niet gedaan. Maar het is ook op de cruciale fout om zo een beslissing aan een referendum over te maken. Ik ben niet in principe tegen een referendum, maar een referendum op basis van te doen in Zwitserland. Om te bepalen of iets heel concreet, heel precies of zo. Maar een referendum, wil je of niet bij Europa, wie kan daarover bepalen de gevolgen? Amor, dat is voor hem een ramp. En het zal nog slechter zijn over de jaren, dat is duidelijk. Zolang ik nog. Fysiek, ik kan het doen. En dat is iets dat over je geen controle hebt. Maar zolang dat je kan reizen, zolang dat je kan je comfortabel vinden en zo. Ik hou veel van lezen. Ik heb een huis in Zuid-Frankrijk. Waar mijn kleinkinderen kunnen komen en zo. Normale leven is... de grootste deel van mijn leven. Als u het graag doet, waarom zou u stoppen? Exact, hoor. Ja.